Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw hebben zich openlijk uitgesproken over hun onvrede met de locatie van hun talkshow Barlaat, die wordt uitgezonden vanuit het weinig inspirerende mediapark in Hilversum. Ze waren verbaasd dat Eva Jinek daarentegen de voorkeur lijkt te krijgen om haar programma vanuit het bruisende hart van Amsterdam te presenteren. De oorspronkelijke verwachting was dat ze een studio zouden delen met Eva, wat een kostenbesparende maatregel zou zijn geweest. Voor Sophie is het moeilijk te begrijpen waarom Eva Jinek een andere behandeling lijkt te krijgen. Ze stelt dat de verhuizing van Amsterdam naar Hilversum door de NPO werd ingevoerd als een financiële maatregel. Het bedrijfsplan was om kosten te besparen, wat leidde tot de verhuizing van hun show naar het mediapark. Ik gun Eva alles, zegt Sophie, maar het lijkt alsof er voor haar een uitzondering wordt gemaakt, wat moeilijk te begrijpen is. Eva Hinek reageert echter resoluut op de kritiek en noemt de beschuldiging van voorkeursbehandeling absurd. Ze benadrukt dat er geen sprake is van concurrentie tussen de programma's en dat de keuze om in Amsterdam te blijven puur gebaseerd is op het maken van de best mogelijke show. Jeroen en Sophie zijn waardevolle collega's binnen de NPO. We vullen elkaar aan en zijn geen rivalen, verklaart ze in een interview met de Telegraaf. Ze legt uit dat de beslissing om in Amsterdam te blijven werd genomen door de NPO, Afrotros haar redactie, en haarzelf omdat ze denken dat het de kwaliteit van het programma ten goede komt. In een interview met Show News verduidelijkt Eva haar standpunt verder. Ze stelt dat de keuze voor Amsterdam is gemaakt vanwege de levendige omgeving, wat bijdraagt aan de sfeer van de uitzending. Het is voor zowel de gasten als het publiek aantrekkelijker om in een dynamische stad te zijn, zegt ze. Bovendien geeft ze aan dat de afstand vanuit haar huis in Abkouden naar Hilversum of Amsterdam nauwelijks verschilt, Waardoor de locatiekeuze niet is gebaseerd op persoonlijke voorkeuren. Wat betreft de vermeende hoge kosten van de Amsterdamse studio, is Eva duidelijk: dat is onzin. Mijn programma draait netjes binnen het budget en dat kan bij de NPO gecontroleerd worden. Ze benadrukt dat de geruchten over hoge kosten ongegrond zijn en dat ze geen invloed heeft op wat anderen hierover verzinnen of verspreiden. In conclusie, Eva Jinek verdedigt de keuze om haar talkshow vanuit Amsterdam uit te zenden en wijst de suggestie van voorkeursbehandeling van de hand. Ze benadrukt dat de beslissing puur is genomen om de best mogelijke televisie te maken, zonder dat er sprake is van extra kosten of persoonlijke voordelen.